Artsen die rollenbollend met elkaar over straat gaan, patiënten die heimelijk worden gefilmd en de inspectie die het ziekenhuis zelfs een tijd lang onder verscherpt toezicht stelde. Nee, Wouter Bos komt bij het VUMC alles behalve in een gespreid bedje terecht. Heeft u er zin in? Ik heb enorm veel zin in, ja. Waarom? Nou, er is wel wat te doen hier natuurlijk. Er is een ongelooflijk hoeveelheid talent. Er worden grootse prestaties verricht. Maar er zijn ook een paar dingen misgegaan de afgelopen jaren. Dat heeft het zelfvertrouwen van mensen ook wel aangetast. En dat, dat kun je niet hebben als, als ziekenhuis. Jarenlang was Bos partijleider van de PvdA en minister in het kabinet Balkenende II. Deze zomer treedt hij aan als bestuursvoorzitter van het VUMC. Een verrassende stap. Ja, dat begrijp ik best. De meeste mensen kennen me natuurlijk uit mijn voorvorige leven als politicus en ook minister van Financiën. En dan lijkt dit een grote stap. Uh, maar sommige mensen weten ook dat ik de afgelopen 2,5 jaar eigenlijk alleen maar in de gezondheidszorg gewerkt heb. Ik heb uh, veel gewerkt met ziekenhuizen, ook met zorgverzekeraars, dus ik heb die wereld echt van binnenuit goed leren kennen. Het VU houdt met de komst van de oud-minister een einde te maken aan de grote problemen. Bos heeft in de politiek immers naam gemaakt in het nemen van rigoureuze beslissingen. Maar is het wespennest dat het VUMC is misschien wel uw heftigste klus? Dat weet ik niet. Onderschat niet wat er door je heen gaat als je een bank moet kopen en je hebt er niet veel tijd voor. En het gaat om bedragen die je doen duizelen. Ik denk dat een van de voordelen die ik misschien met me meebreng naar deze baan. is dat ik niet snel meer in paniek raak. Ik heb inderdaad best wat meegemaakt. Ja.